Hallo, welkom bij Internet Safety for Kids en fijn dat je meedoet aan ons programma. Zoals altijd bij ons programma Internet Safety for Kids is het de bedoeling dat je deze aflevering samen bekijkt wanneer dat mogelijk is, zodat jullie allemaal deze belangrijke onderwerpen leren en begrijpen. Laat de volwassenen vooral niet zeggen dat ze alles al weten, want ook voor hen valt er nog genoeg te leren. Deze aflevering wordt je aangeboden door NTT Limited, een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van wereldwijde technologiediensten. NTT streeft er naar de wereld beter en veiliger te maken voor mensen door de kracht van innovatieve oplossingen. Kinderen zijn een kwetsbaar deel van onze samenleving en daarom is NTT bijzonder bezorgd over hun veiligheid bij het gebruik van digitale media. Vandaag gaan we uitleggen hoe belangrijk goede wachtwoorden zijn en hoe je jezelf nog beter kunt beschermen met multifactor authenticatie. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is veel eenvoudiger dan je denkt. En natuurlijk zullen we ons best doen om het uit te leggen zonder technisch jargon. We zullen uitleggen waarom het belangrijk is, wat het betekent en wat je kunt doen. Doe jij mee? Laten we beginnen met wachtwoorden. Beschouw je wachtwoord als de geheime code die de deur naar je account opent. De geheime code die alleen jij mag weten, want anders zou het geen geheim zijn, toch? Als we aan een wachtwoord denken als een geheime code, geeft dat ons al een paar dingen om over na te denken. Ten eerste, je zult meer dan één account hebben, en we willen niet één geheime code hebben die alle deuren kan openen. Want als iemand ons geheim kent, kunnen ze alle deuren openen. Dat betekent dat we voor elke account een andere geheime code moeten hebben. Elke account moet zijn eigen wachtwoord hebben. We noemen dit unieke wachtwoorden. We willen ook niet dat onze geheime code iets is dat makkelijk geraden kan worden. Als je bijvoorbeeld je naam als wachtwoord zou gebruiken, kan iedereen die je naam kent je wachtwoord raden. Dat is nauwelijks een goede geheime code, ofwel. Wat wij als wachtwoord nodig hebben, is een geheime code die wij kunnen onthouden en die niet gemakkelijk te raden is. We noemen dit complexe wachtwoorden. Als we onze wachtwoorden zien als een geheime code, moeten we er ook voor zorgen dat niemand anders onze geheimen kent, toch? We moeten er dus voor zorgen dat alleen wij onze wachtwoorden kennen en dat we ze geheim houden, zodat alleen wij ze kennen. We weten nu dus dat we unieke, complexe wachtwoorden moeten gebruiken die niemand anders kent. Niet makkelijk te raden en een wachtwoord voor elke account. Maar als je veel accounts hebt, en dat hebben de meeste van ons, hoe onthoud je dan al die unieke complexe wachtwoorden? Dat zijn een hoop geheime codes. Wij hebben een truc ontwikkeld genaamd de password blocks methode als je unieke complexe wachtwoorden wilt maken die je gemakkelijk kunt onthouden. Het is echt de moeite waard om te proberen, dus we zullen de link in de beschrijving van deze aflevering plaatsen. Je kunt ook een zogenaamde wachtwoordmanager gebruiken. Dit is een app die al jouw wachtwoorden opslaat en je helpt unieke complexe wachtwoorden te maken voor al je accounts. De meeste wachtwoordmanagers kunnen dit voor verschillende apparaten doen, zodat je dezelfde app op al je apparaten kunt gebruiken en hij al je wachtwoorden voor al je accounts op al je apparaten kan beheren. Best cool, toch? Zodra je een wachtwoordmanager-app gaat gebruiken, hoef je nooit meer je wachtwoorden te onthouden. De app zal dat voor je doen. Op internet zijn veel verschillende wachtwoordmanagers te vinden. Sommige zijn zeer gemakkelijk te gebruiken, andere zijn een beetje ingewikkelder. Als je een gratis wachtwoordmanager wilt gebruiken, raden we je aan een kijkje te nemen bij onze vrienden OlderGiegs.com, waar je allerlei gratis software kunt vinden. Er is iets heel belangrijks om in gedachten te houden als je een wachtwoordmanager-app gebruikt. Zorg ervoor dat niemand toegang heeft tot jouw wachtwoord-app, want dan zouden ze al jouw wachtwoorden voor al jouw accounts kennen. Oké, okay, dus nu weten we dat we complexe en unieke wachtwoorden nodig hebben en dat we onze wachtwoorden niet met anderen mogen delen. We kunnen de methode van de wachtwoordblokken gebruiken, of een wachtwoordbeheer-app om ons te helpen onze wachtwoorden complex, uniek en veilig te houden. Nu komen we bij ons volgende onderwerp. Multifactor-authenticatie, waarmee we onze accounts nog veiliger kunnen maken. Laat de moeilijke titel je niet afschrikken, het is makkelijker dan je denkt. Ben je er klaar voor? Multifactor authenticatie gebruikt een combinatie van dingen om ervoor te zorgen dat jij bent wie je zegt dat je bent wanneer je toegang krijgt tot je accounts. Bijvoorbeeld je naam, dat is wie je bent. Je wachtwoord, dat is iets wat je weet. En je telefoonnummer, dat heb je. Nu hebben we drie factoren: wie je bent, wat je weet en wat je hebt. Wanneer je inlogt op jouw account. Moet je jouw naam en wachtwoord ingeven, en als deze correct zijn, wordt er een code naar jouw telefoonnummer gestuurd. Zodra je die code hebt, bijvoorbeeld een 4-cijferig nummer, voer je die code in en je account weet dat je bent wie je zegt dat je bent. En waarom? Door de combinatie van iets dat alleen jij zou moeten weten en iets dat alleen jij zou moeten hebben. Dit voorbeeld toont de eenvoudigste manier om multifactor-authenticatie te gebruiken. Er zijn nog vele andere manieren, zoals het gebruik van een speciale app die telkens wanneer je inlogt op jouw account een nieuwe code aanmaakt. Deze app wordt dan de factor die alleen jij hebt. Andere manieren zijn hoe Google het doet door te zeggen: "Bevestig op onze andere app op jouw ander apparaat dat jij dit bent." Het betekent altijd dat meer dan één vector moet worden gecombineerd om te bevestigen dat je bent wie je zegt te zijn wanneer je probeert in te loggen op jouw account. Laten we eens kijken wat er gebeurt als een hacker toegang probeert te krijgen tot jouw account. Ze hebben je accountnaam nodig. Dat is niet zo moeilijk uit te vogelen. Nu hebben ze je wachtwoord nodig. Misschien hebben ze het geraden. Misschien zijn ze erachter gekomen omdat je het per ongeluk hebt weggegeven. Misschien proberen ze zelfs je wachtwoord te veranderen door te doen alsof ze het vergeten zijn. Het is niet makkelijk, maar het is mogelijk om achter je wachtwoord te komen. Met multifector-authenticatie kan de hacker nog steeds geen toegang krijgen tot jouw account omdat de vector die jij hebt ontbreekt. In ons voorbeeld zou je bijvoorbeeld een bericht of een code krijgen om in te loggen op je account en dan weet je dat iemand je probeert te hacken. Of ze moeten een speciale app op jouw apparaat gebruiken die ze niet hebben. Multifactor Authenticatie zal je beschermen tegen die manier van hacken. Oké, okay, dat was een lange uitleg, maar ik hoop dat je hebt begrepen wat Multifactor Authenticatie betekent en hoe het je kan helpen je accounts te beschermen. Laten we wat aantekeningen maken over wat we geleerd hebben. Onze wachtwoorden moeten geheim, complex en uniek zijn. We kunnen Passwoordbloks gebruiken om unieke, complexe wachtwoorden te maken die we kunnen onthouden. We kunnen een wachtwoordmanager-app gebruiken om geheime, unieke en complexe wachtwoorden te maken voor al onze accounts. Multifactor authenticatie combineert bijvoorbeeld wie we zijn, wat we weten en wat we hebben. Multifactor authenticatie en geheime, complexe en unieke wachtwoorden helpen ons onze accounts te beschermen tegen hackers. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Internet Safety for Kids. Abonneer je op YouTube om nooit een aflevering te missen en druk op de duim omhoog om ons te laten weten dat je het leuk vond. Internet Safety for Kids is gemaakt voor slimme kinderen, ouders en leerkrachten. Doe mee met het programma en help ons veilig te blijven op het internet. Deze aflevering wordt je aangeboden door NTT Limited, een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van wereldwijde technologiediensten. NTT streeft er naar de wereld beter en veiliger te maken voor mensen door de kracht van innovatieve oplossingen. Kinderen zijn een kwetsbaar deel van onze samenleving en daarom is NTT bijzonder bezorgd over hun veiligheid bij het gebruik van digitale media. Internet Safety for Kids wordt geproduceerd door dokter Johannes Droogach met steun van Kaja Hoschek en een internationaal team van slimme kinderen, ouders en leerkrachten. Abonneer je op ons YouTube kanaal en neem deel aan het programma op internet safety for kids tot online. Bedankt voor het kijken.